DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vandaag de tweede wedstrijd, thuiswedstrijd moet ik zeggen, van DVS 33 in de derde divisie. De wedstrijd DVS 33 tegen Maakrep 90. Wat weet jij van Maakrep 90? Nou, in zoverre dat je huiswerk doet ten aanzien van beeldmateriaal en analyses die je krijgt. Maakrep is een goed voetballende ploeg die natuurlijk vanuit het zondagvoetbal is overgekomen en nu begint te wennen aan het zaterdagvoetbal. Waar liggen precies de kwaliteiten van die ploeg? Ja, dat is lastig te zeggen. Het zijn natuurlijk allemaal jongens die ontzettend goed kunnen voetballen. Dus daar zit ook hun kracht en individuele kwaliteiten. Ze kunnen zomaar uit het niets iets forceren wat dat betreft. Dus daar moet je berekend op zijn. En hoe ga je dat vandaag aanpakken met je ploeg? Nou, gewoon zoals we het altijd doen. We willen de baas zijn in eigen huis. Dat betekent dat bij balverlies, ja, dan gaan we snel druk zetten om hem weer te veroveren. En met balbezit moet je zorgen dat je ze de linies uit elkaar gaat trekken bij Maakrep. Ik zag een verrassende opstelling ten opzichte van vorige week. Geen Maurice, geen Yassar en geen Mike Arends. Wat is daar de reden van? Ja, de reden is dat je keuzes maakt als trainer en dat ligt op verschillende gebieden. En dat weten wij intern waarom bepaalde keuzes wel of niet maken. En dat weten de spelers ook. En voor jullie een verrassing misschien, maar wij zijn natuurlijk al de hele week bezig en dit is eruit gekomen. Kun je daar wat meer over vertellen wat er intern speelt? Nee, het is ook helemaal niet spannend of zo. Maar dat heeft altijd zijn reden waarom jongens wel of niet spelen. En die bespreken met de spelers en dat is vaak voldoende. Oké, duidelijk. Dankjewel. Hoe belangrijk is winnen vandaag? Nee, heel belangrijk natuurlijk. Dat is altijd in de sport en zeker op dit niveau heel belangrijk. Thuiswedstrijden wil je graag winnen, maar door het verlies van vorige week is de druk wat toegenomen op vandaag om in de stand weer mee te gaan doen. Maar goed, er verandert niks aan. Dus iedere week raak winnen hoort bovenaan te staan als je bij DVS speelt. Waar denk je het verschil te kunnen maken met je ploeg vandaag? Nou, ik denk vooral in de snelheid voorin die we hebben. Achter hun linie kunnen we wat ruimte benutten, zeg maar. Maar ik denk ook vooral op mentaal gebied dat we in staat zijn om continu druk te zetten en het hun heel moeilijk te maken. Nou, wensen we je namens de supporters en de kijkers en DVS TV heel veel succes mee. Dankjewel. Scheidsrechter Prooi heeft vanmiddag voor de eerste keer gefloten. Wedstrijd is begonnen. DVS 33 tegen Maakrep 90. Balbezit is voor Basiel Camara. Donker. Dan gaat Daniel van Warven vandoor. Gaat schieten op de goal. Prachtig doelpunt. Daniel van Warven. Derde minuut deze wedstrijd. Wat een prachtige goal van Daniel van Warven. De rand van de 16 meter. Hij bedenkt zich niks en schiet die bal in de netten. 1-0 voor DVS na 3 minuten voetbal. Was ook de eerste mogelijkheid voor DVS. En die zit er meteen in. Dus prachtig doelpunt van Daniel van Warven. Snelle trap naar voren van die keeper. Kort is deze bal. Moet hij in de tweede keer corrigeren. En dat gaat ten koste van een corner. Tali heeft die corner alweer snel genomen. Tali opnieuw. Nee, daar is Konvloedgraven. Bal... In de voeten van Paul Epping. Roald de Vries. Basiel Camara. Oh, Basiel. Wat doe je daar, Basiel? Moet Paul Epping optreden? Hij gaat zijn keeper daar ook voor bedanken. Maar wat erger is dat Paul geblesseerd raakt bij deze actie. Hopelijk niet weer zijn lies. Hij heeft verzorging nodig. Maakrep weer. Akro. Berestijn. Balletje daar. 1-2. Die is goed. Daar zit Heiko Epen nog goed tussen. Moet wel ingrijpen. Gaat ten koste van de corner. Roald de Vries. Dennis Hollard opnieuw. Bal aan iedereen voorbij. Goed daar. Daniel van Warven met 2-0. Aanval lijkt eerst te smoren. Maar toch vindt volgens mij Roald de Vries Daniel van Warven. En tekent de tweede treffer voor hem aan van de middag. Zo komt DVS in de 25e minuut op een 2-0 voorsprong. En opnieuw is de doelpuntenmaker Daniel van Warven. Benjamin Romion, eenmaal voorbij, legt hem klaar voor
Kai Velda, Koen Vloedgraven, zoekt daar Dennis Hollard aan de andere kant. Dennis Hollard. Achterin is daar Benjamin Roemion. Boom! Prachtige goal van DVS. Via Benjamin Roemion, die niet zelfzuchtig is. Die ziet Kai Velda er helemaal vrij staan. En Kai Velda tekent 3-0 aan hier vanmiddag voor DVS. Na 32 minuten voetballen. Keurig uitgespeelde kans. En zo komt DVS op een verdiende 3-0 voorsprong hier naar 32 minuten voetballen. Paul Epping. Joren van Santen. Koen Vloedgraven. Groet daar op Kai Velda. Roald de Vries. Dennis Hollard. Koen Vloedgraven. Dennis Hollard. Keurig voetbalt dit. Daniel van Warven helemaal vrij. Gaat de 16 meter binnen. Schiet daar. Oh! Niels Buitenhuis. Heiko Epen. Kai Velda. Benjamin Roemion. Kai Velda loopt door. Oeh. Koen Vloedgraven. Kai Velda. Oeh, jammer. Dennis Hollard. Keurig op Benjamin Roemion. Niels Buitenhuis. Achterin. Wie is er achterin? Koen Vloedgraven. Oeh, Dennis Hollard. Ja. Nee. Oeja. Berestijn. Berestijn. Roald de Vries. Sterk. Sterk gevoetbald. Voorzet op het hoofd van Koen Vloedgraven. Het zijn stuk voor stuk wel handige voetballers. Dit schot eruit gehaald. Door Joren van Santen. Schot daarvan. Akru was dat. Dat is nummer 14. Gevaarlijk moment voor de goal van Paul Epping. De scheidsrechter geeft een soort van voordeel, moeten we het maar noemen. Bal stuit het over de verdediger heen. Balbezit voor Benjamin Roemion. Wat gaat hij doen? Dreigen naar de buitenkant. Kai Velda. Benjamin Roemion. Benjamin Roemion nog steeds. Kai Velda. Achterin is Daniel van Warven. Met zijn derde doelpunt van vanmiddag. Maar dit gaat niet door. Hij stond in buitenspelpositie. Dit is geen buitenspel. Daniel van Warven, gaat hij dat nu dan meteen doen? Hij gaat hem nu wel maken. Nu niet in buitenspelpositie. Daniel van Warven met zijn derde goal van vanmiddag. DVS komt hier in de tweede helft op een 4-0 voorsprong. Zo was het een minuutje geleden een afgekeurd doelpunt van Van Warven. In buitenspelpositie. Maar de volgende kans is meteen weer een doelpunt. Komt weer een aanval van DVS. Daniel van Warven. Heiko Epen. Bal voor. Kai Velda. Oh. Prachtige aanval hoor. Heiko Epen. En Daniel van Warven. Lars Dekker, Daniel van Warven. Zoesoe verspeelt de bal. Benjamin Roemion geeft de bal aan Yassar. Geukan Yassar kan deze goal niet maken. Benjamin Roemion, die is weg. Goeie bal zeg. Benjamin Roemion gaat de 16 meter binnen. Gaat de man voorbij. Wordt gehaakt en dat wordt een strafschop. Duidelijk wordt hij gepakt door die verdediger. En zo wordt dat een strafschop voor DVS. Geukan Yassar neemt zijn aanloop. Komt hij. Wordt gepakt. In eerste instantie, tweede instantie. Zo kan hij natuurlijk ook. Een 1-2'tje met de keeper. Zo tekent Geukan Yassar de 5-0 aan voor DVS. En dat staat heel mooi op papier, 5-0. Kort na de wedstrijd voor de camera, de man of the match. Dit voelt als een bevrijding, of niet Daniel?
Ja, zeker. Ja, die eerste bal, dat hij er zo in vliegt, dat voelt zeker wel even als een bevrijding. Ja, afgelopen weken nog niet gescoord en dan op zo'n manier je eerste goal eigenlijk van het seizoen te maken is natuurlijk fantastisch. Vond je verder dat het team goed gespeeld heeft? Bij Vlaar hebben we zeker wel goed spel laten zien. Nog niet altijd vonden we de ruimte achter de verdediging die er wel echt lag. En je zag af en toe, als we de bal snel laten lopen, dan wist het af en toe ook weer niet. Het is geen loopzuivere hat-trick, maar wel een hat-trick. Dus die bal gaat straks mee naar huis? Die bal zit inmiddels al in de tas. Oké, dat heb je al geregeld? Ja, dat hebben we al geregeld. Nou, laat kijken dat dit een bevrijding voor je is en dat je er meer in kan gaan schieten, Daniel. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. gaan we doen. Zo kort na deze wedstrijd gaan we de wedstrijd analyseren. Dat doen we met beide trainers. Jamal Yahyaoui. Spreek ik dat goed uit? Ja, heel goed. Of mag ik Jamal zeggen? Ja, mag je ook doen. Oké. En Bert van Hudenstein. Jamal, wat voor gevoel sta je hier zo kort na de wedstrijd? Nou, ik kan wel zeggen dat we terecht verloren hebben. Dus de analyse die heb je snel gemaakt natuurlijk. Kun je ons kort door de wedstrijd heen nemen met de eerste en de tweede helft? Ja, ik denk dat ik in de voorbeschouwing al gezegd heb dat wij geen cadeautjes weg moeten geven. Ja, dat betekent dat je achterin geen fouten mag maken. En die hebben we wel gemaakt. En dan gaat het niet om wie dat gedaan heeft. Maar dan help je wel de tegenstander om snel op voorsprong te komen. Bert, vond jij ploeg goed spelen vandaag? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat we niet ons beste veldspel van dit jaar op de mat hebben gelegd. Dat kwam een beetje omdat we kwamen al snel op 1-0 voor natuurlijk. En het gemak waarin we soms in balbezit konden blijven, dat zorgde een beetje voor dat de tempo naar beneden ging. En daardoor zag je dat we veel knullig balverlies hadden en niet secuur waren in de passing. Dus qua voetbal kunnen we veel meer brengen. Aan de andere kant ben ik wel heel erg tevreden over het rendement natuurlijk. Heeft dat te maken met concentratie houden? Nee, dat ging nog wel de eerste helft. Dat ik zag. In de tweede helft zag ik dat wel, dat het wat minder werd natuurlijk. Maar je moet even wennen aan de formatie, hoe we speelden natuurlijk. De vastigheden waren er even niet. Het heeft ook mee te maken met Maghreb op een andere manier verdedigd. En dan moet je als speler moet je dat sneller lezen en betere keuzes in maken. Maar goed, aan de andere kant, vorige week hadden we veel kansen en heel weinig rendement. En vandaag was het andersom. Volgende week jullie uit tegen? Harkemase Boys. En wij gaan uit naar? Wij gaan uit naar Odin. Oké, heel veel succes daarbij. Dankjewel. Ja. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.